Dan nu ga ik praten met Luc Kooijmans, historicus. Frederik Ruys. Dan hebben we het over de tweede helft van de 17e eeuw. Heel klein beetje, want hij leefde vrij lang, begin van de 18e eeuw. Hij vond een manier om lichaamsdelen, maar soms ook hele lichamen, als het kinderen betrof, te prepareren en ze op sterk water te bewaren. En hij had een procedé gevonden om weefsel in te spuiten met iets. Wat precies is nooit helemaal duidelijk geworden, of misschien juist wel helemaal duidelijk. Waardoor je alle hele kleine vaatjes en al die organen kon zien. Wat voor het wetenschappelijk inzicht in de 17e eeuw veel betekende. Dit zijn een paar van die kinderen die... ze zien er niet gruwelijk uit. Ze zien er heel mooi uit. Luc Kooijmans, welkom. En dat mooie, dat was ook juist iets wat hem soms werd verweten, hè, in wetenschappelijke kringen. Dat hij het probeerde mooi mogelijk te maken. Ze zeiden, nou, maar hij verft het. Dat is helemaal niet, dat is niet de oorspronkelijke staat waarin het nu wordt bewaard. Dat is nep. Ja. Nou ja, je kan je wel voorstellen dat hij natuurlijk ook als aansteller werd afgeschilderd. He, dat, als je puur voor de wetenschap werkt, dan hoef je natuurlijk die kinderlijkjes niet met die mooie kraagjes en mutsjes te versieren. Dat is niet nodig. Dus hij was wel degelijk op uit natuurlijk om ook echt kunst te maken, om mensen op hun gevoel te werken en dat soort dingen. En een heleboel wetenschappers vonden dat flauwekul. Maar de meeste mensen vonden dat heel erg mooi. Ja, een soort ansnering, hè? Hij was zelf ook een wetenschapper. Ik bedoel, hij wilde ook precies weten hoe een mens in elkaar zat. Hij ging al als jongen, als apothekersleerling, ging hij al met doodgravers stiekem het kerkhof op 's nachts. En dan ging hij graven openmaken en kijken en zo. Hij had die fascinatie zeker ook. Maar hij ontdekte gewoon op een gegeven moment dat als je... Als je er op die manier kunst van maakt, of in ieder geval dat je het aantrekkelijk maakt voor veel meer mensen dan wetenschappers, hè, om dat lichaam te gaan bekijken. En dat was natuurlijk een uitvinding. Ja. Want die anatomische lessen van die waren openbaar, daar kon iedereen naartoe. Maar vervolgens, zijn preparaten stelden die ook tentoon. Dan kon je naar zijn huis gaan en daar vervolgens naar die preparaten kijken. Tegen betaling, als je geen wetenschapper was. Ja. Dus tegelijkertijd ook iemand die een wetenschapper was, maar tegelijkertijd ook buiten de discipline dingen deed. Ja, een goede handelsman bijvoorbeeld. Ja, hij verdiende. Absoluut. Ja. Nee, dat was hij allemaal. En dat maakte hem natuurlijk ook tot een fascinerend persoon. En het is altijd moeilijk de vinger erachter te krijgen wat nou eigenlijk zijn motivatie was bij allerlei dingen. En dus dat maakte hem wel heel geschikt om een boek over te schrijven. Ja, wat was je eerste fascinatie met hem? Welke vraag stelde je over zijn leven? Het is natuurlijk een mooi onderwerp. En die verzameling is natuurlijk heel bijzonder. En het procedé wat hij gebruikte blijft natuurlijk lang onduidelijk. Wat het procedé precies behelste en of we er helemaal achter gekomen zijn, weten we natuurlijk ook niet helemaal zeker. Nee. Dat valt nooit meer met zekerheid vast te stellen. Heel veel spanningselementen, maar er moet ook een vraag geweest zijn in het leven van die man wat jou getroffen heeft destijds. Nou ja, wat je eerst ziet zijn natuurlijk die beelden van die anatomische stillevens die hij maakt. Mooi opgetuigde kinderen en zo. Dus dat heeft iets heel kitscherig, zeg maar, vanuit het heden bekeken. En ook iets heel intrigerends. En als je natuurlijk weet dat hij ook uit kunstenaarskring kwam. Zijn dochter was een hele beroemde schilderes. Hè. Die combinatie die maakt hem tot een intrigerend figuur. En die maakt dat je wil weten van waar doet hij dat voor? En in welke context gebeurt dat allemaal en zo. En dat ben ik gaan onderzoeken. Dus het was eigenlijk een vraag naar zijn persoonlijke motivatie. Naar wat hem ertoe dreef om te doen wat hij deed. Ja, dat krijg je op een gegeven moment als je gaat verdiepen natuurlijk. Je hebt eerst het beeld en dan ga je gaat dat proberen te duiden. Hè, de ontstaansgeschiedenis van zoiets. En dan gaat er een hele wereld voor je open. Die hele wereld van de vroegmoderne anatomie. En dan is het ook een verhaal van... iemand ontdekt iets... Eeuwenlang hebben ze niet kunnen ontleden. Hebben ze niet in het menselijk lichaam kunnen kijken goed. Omdat het allemaal ging verrotten en dat het een smerige boel werd en zo. Toen heeft iemand bedacht. Je kan die vloeistoffen die voor de verrotting zorgen, die kan je eruit spoelen. En dan doe je daar
Eerst deden ze er gewoon water of lucht in. Maar ja, dan kan je nou nog steeds niet ontleden natuurlijk. Toen heeft iemand bedacht, weet je wat, we doen er een stof in die gaat stollen. Hè, die wel vloeibaar is, maar die dan gaat stollen als hij in die vaat zit. Nou, een geniale idee natuurlijk. Was, hij gebruikte ze daar eerst voor. En het geniale idee wat hij dan verder uitgewerkt is, als je die was nou gewoon met rode kleurstof bewerkt, hè, dan is het net bloed. Dus dan ziet zo'n lichaam er zo precies uit als dingen. Ja. En dan heb je iets natuurlijk waar mensen ONA van gaan roepen. En dat gaat hij dan helemaal dat gaat hij uitwerken, zeg maar. Daar gaat hij van profiteren. Ja. Maar hij schaakt eigenlijk zijn hele leven op twee borden. Ja. Aan de ene kant absoluut. Dat ONA van het publiek, wat heel graag wil zien wat hij maakt. Hè? Die ansenering van de dood, hè? Die mooie, die fascinerende kindergezichtjes op sterk water. Die eruit zien alsof ze ligt te slapen. En aan de andere kant, die wetenschappelijke kant. Hè? Ja. Bestaat het weefsel uit klieren of bestaat het weefsel uit vaten? Hij was natuurlijk de hele tijd bezig met het ontdekken hoe het menselijk lichaam gestructureerd was. Ja. En daardoor moest hij ook in de allerkleinste haarvaatjes moest hij dan die vloeibare was zien te krijgen. En dan kon je al die loop van al die vaatjes volgen door het lichaam enzovoort. Dus die fascinatie had hij ook heel erg. De wetenschappelijke fascinatie, zeg maar. En dus die dingen stonden naast elkaar. Maar als je gewoon alleen maar een anatoom was, ja, dan had iedereen zoiets van, ja, dat is een man die met de vieze dingen bezig is. Hè. En hij was natuurlijk, hij maakte het aanvaardbaar. Hè. En bovendien, hij moest natuurlijk, om al die preparaten te kunnen maken, moest hij materiaal hebben. En dat was natuurlijk ook best een ingewikkelde zaak. En hij heeft dus allerlei functies vervuld. Bijvoorbeeld was hij onderwijzer van de vroedvrouwen. Nou, dat zijn ook schitterende verhalen van hoe dat in zijn werk ging destijds. Maar en die functies die brachten hem materiaal op. He, dus hij was ook vroedmeester. He, wat voor een gepromoveerde medicus een krankzinnig idee was in die tijd. Maar dat deed hij gewoon. Hij ging gewoon in de leer bij een vroedvrouw. Want ja, dan, als hij dan elke keer bij die bevalling was, dan gingen heel veel kinderen dood en ook vrouwen. Dan had hij, kon hij die gezellige auto's materiaal kunnen beschikken eigenlijk. Heeft hij al die functies bekleed. Ja. Dus er zitten allerlei dingen door elkaar. Ja, hij heeft zich niet bepaald gestoord aan conventies. Nee, maar dat zie je ook, weet je, dat hij is ook. Hij gaat om met mensen van allerlei gezinten. En dat, hij is gewoon een tamelijk vrije man. En zeker voor die tijd natuurlijk. Het boek heeft dus ondertitel op het snijvlak van kunst en wetenschap. Maar er is nog een snijvlak waarop hij opereert. Hè. We hebben dus tweede helft van de 17e eeuw. De ergste middeleeuwen zijn al afgeschud. Maar toch zijn binnen medische kringen wordt nog heel veel gebruik gemaakt van Galenus. Dat is dan een Romein. Die heeft ooit alles wat in zijn tijd bekend was beschreven. En het blijft heel lang blijft dat geldig. Hè? Wat daar staat, dat klopt. Ja. En ook als je iets anders ziet in de werkelijkheid, dan nog klopt dat wat daar beschreven staat. Ja. Je geeft altijd voorkeur in de tekst boven dat wat je ziet. Ja. Hij is heel radicaal in de keuze, hè, empirisch. Je kijkt naar iets en als je iets vaststelt, dan is dat de waarheid. Dan is dat de waarheid en niet wat er geschreven staat. Nee, dat moet je dus als je met hem aan de gang gaat, is dat natuurlijk de context die je moet beseffen. Dat mensen dus honderden, hè, duizenden jaren in feite die autoriteit van die tekst hebben gevolgd. En dat wat geschreven was door iemand met zo'n autoriteit, dat is de waarheid. En dat langzamerhand, dus dat daarvoor in de plaats is gekomen, dat mensen zijn gekomen die zeggen, ja, hoor eens, als ik hier iets zie en dat klopt niet met die tekst, dan is die tekst fout gewoon. En dat mocht je natuurlijk helemaal niet zeggen, want dat waren natuurlijk die autoriteiten mocht je niet op die manier aanvallen. En dus hij was daar verder heel, heel strak in, inderdaad. Gewoon. En hij zei van, ja, ik kan het allemaal bewaren, die preparaten mee. Die liggen bij mij thuis. Kom maar kijken. Dan zal je zien hoe het in elkaar zit. Kom maar zelf zien. En dat soort mensen hebben natuurlijk in die zin wel de wetenschap ook vooruit geholpen. Want dat heeft hem toch redelijk vaak nog in aanvaring gebracht met collega-wetenschappers die zeiden dat het iets zo was omdat collega's iets dergelijks hadden beweerd. En niet uit eigen onderzoek hadden, maar gewoon uit een bron ergens hadden opgediept. En hij voortdurend zei, nee, maar dat klopt niet. Ja, maar je kan je wel voorstellen, als
de wetenschap honderden jaren op een bepaalde basis is gestoeld, dat er allerlei belangen bij zitten, dat er allerlei gevestigde belangen bij horen. En als iemand plotseling gaat vertellen dat dat allemaal niet deugt, ja, dan stort dat helemaal in. En wat is dan nog wel waar enzovoort? En dat, weet je, het is ook psychologisch natuurlijk, maar dus hij zegt dan zelf, krijgt op een gegeven moment een brief van iemand die zegt: wil je alsjeblieft niks nieuws meer openbaar maken? Wat moeten we nu? Ja, ja dat is. Ja. Dus het is ook bedreigend als iemand. Want het is in zekere zin een aanval op een hele oude wetenschappelijke traditie ook. Ja. En natuurlijk waar iedereen tevreden mee was. Tot iemand komt en zegt: maar zo is het eigenlijk helemaal niet. Nee, maar goed, dan op een gegeven moment ontdekt iemand dat er een bloedsomloop bestaat. Of dat het hart, dat het gewoon een spier is. Nou ja, dat zijn natuurlijk wel ingrijpende dingen. Maar daar valt toch weinig tegen in te brengen. Als je dat gaat testen, dan blijkt het echt zo te zijn. En dan worden degenen die beweerd hebben dat dat niet zo is, die worden met terugwerkende kracht natuurlijk ongeloofwaardig. En als je dan bijvoorbeeld docent aan de universiteit bent en je doseert daar wat Galenus heeft opgeschreven, dan ben je in één klap een sukkel geworden natuurlijk. Dus die mensen waren er niet blij mee. Nee. Ja, maar zat hij niet ook in die zin op een scharnierpunt dat dit ook het moment was waarop je een sukkel kon worden als je vasthield aan iets wat al jaren voor waar werd aangenomen, maar het niet was? Daarvoor kon je natuurlijk. Je hebt even lang weg kunnen komen met dat. Met dat het eigenlijk helemaal heel anders was. En dan kon je daar een sukkel door worden als je. Ja, precies. Maar het interessante was dat je nu ook op een andere manier een sukkel kon worden. Want alles kon waar zijn. Ja. Dus er bestonden natuurlijk de meest fantastische verhalen. En sommige daarvan bleken nog waar te zijn ook. En andere, die verhalen die leken heel plausibel. Maar dat bleek onzin te zijn. De eenhoorn enzovoort. Dat zijn allemaal van de. Maar dus. Je kon ook een heel verkeerd nieuw spoor volgen. Dat gebeurde ook voortdurend. Mensen die alles met chemie gingen uitleggen, want dat was de nieuwe wetenschap. En mensen die hebben natuurlijk de volgelingen van Descartes. Je begint met een aanname die onomstotelijk waar is, en dan ga je vandaar redeneren. Dan kan je ook een meest verschrikkelijke fouten gaan maken natuurlijk. Dus dat is wat de Ruijs nu al riep van: jongens, ga nou maar gewoon kijken hoe het in de natuur in elkaar zit. En goed kijken vooral. En dan vind je de waarheid. Maar zelfs dan is het nog niet, heb je nog niet alles opgelost. Hè? Nee. Je hebt de microscoop werd ook uitgevonden in die periode. Ja. En grote verschillen van inzichten tussen de mensen die door een microscoop keken naar dat menselijk weefsel en de mensen die dat deden langs de weg van de preparaten van Frederik Ruijs. Dus zelfs goed kijken was eigenlijk niet genoeg. Nee, maar dat is natuurlijk eigenlijk, daar zijn we het al over eens inmiddels, dat wetenschap natuurlijk zowel empirie als het nadenken daarover. En dat heeft zich langzaam ontwikkeld, maar in de tijd dat Ruijs leefde was het echt wel een crisismoment. Waar eigenlijk die oude wetenschap aan het vervallen was en waarin nog wel al die nieuwe dingen waar konden zijn. Heel spannend. Hoe kan het eigenlijk dat hij, want er zijn natuurlijk over heel veel mensen biografieën geschreven die in deze periode leefden, waarin hij leefde. Hij komt voortdurend weer terug. In fictie bijvoorbeeld, Rasha Peper heeft een boek geschreven, Vingers van Marsepein, waar hij een belangrijke rol in speelt. Ja. Hoe kan dat? Nou ja, ik denk dat omdat hij niet alleen een wetenschapper was, maar ook een kunstenaar. En omdat hij toch iets heeft gemaakt met die wetenschappelijke methode, dat tot de verbeelding spreekt. Bij veel mensen gebeurt natuurlijk toch eigenlijk wat bij mij ook gebeurt. Je hebt dat beeld en je denkt van: wat is dit? Hè? En waar komt dit uit voort? Hoe is dit tot stand gekomen? Mm-hmm. En dan kom je weer in de wetenschap terecht. En ja, zo blijkt dat dus een hele spannende wereld geweest te zijn met allerlei aspecten. En ik denk, dat is natuurlijk toch een beetje net als dat mensen altijd bij ontdekkingsreizen terugkomen. En dat was natuurlijk ook in die periode zo. Dat mensen gingen ontdekten allerlei nieuwe gebieden. En daar bleken allerlei merkwaardige volken en dieren en planten te bestaan enzovoort. Dat,
dat was een hartstikke spannende wereld in die tijd. Ja, maar zijn er ook mensen die dat soort dingen verzameld hebben die toch aanmerkelijk minder bekend. Hoewel je zou kunnen zeggen, er zijn ook boeken geschreven over ontdekkingsreizigers over wie je jarenlang niemand hebt gehoord. En ineens zijn ze. Het zegt ook iets misschien over ons nu. Van Humboldt bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n naam die jarenlang alleen maar op gevels van universiteiten voorkwam. Maar dus nu ook ineens weer een mens geworden. Ja. En iemand die in de belangstelling staat. Dus het zegt misschien meer over. Over de tijd veranderde belangstelling. Ja, dat zal ook zo zijn. Maar het is natuurlijk. Als er een gelaagdheid in zit. Hè, als het een niet heel erg eenduidig figuur is. Dan heb je meer kans dat er belangstelling voor blijft bestaan, denk ik. Dan als het gewoon. Als het een hele. Voorspelbare figuur is, zeg maar. Voorspelbaar was hij niet, hè? Dat was hij absoluut niet. Nee. Nou. Toch was er ook één iets wat. Hij schreef bijvoorbeeld niet graag, hè? Hij publiceerde niet graag. Wat hij eigenlijk alleen maar gepubliceerd heeft, zijn beschrijvingen van zijn collectie. Ja. Dus het was gewoon wel iemand die op de vierkante centimeter aan het kijken was, millimeter zelfs. Maar minder oog had voor de brede context, inderdaad. Ja. Dankjewel dat je hier was. Luc Kooijmans.